Nou, het moment daar. Tadaa. Nou, op naar de brievenbus. Een brief van de gemeente Zaanstad voor de minister. Het lerarentekort in de regio is zo nijpend dat er een brandbrief wordt gestuurd naar Den Haag. Met het verzoek een subsidie van 250.000 euro toe te kennen. Nou, jullie hoeven niet ver te lopen. Nee, precies. Nou, in de brief staat dat wij het lerarentekort willen aanpakken in Zaanstad. En dat we een subsidie aanvragen van 250.000 euro bij het ministerie. Om zijinstromers om te scholen, zeg maar. Het lerarentekort speelt al langere tijd in de Zaanstreek. Het liep het afgelopen jaar zo de spuigaten uit dat er moest worden overgegaan tot een vierdaagse schoolweek. We hebben 25 scholen en als je echt kijkt van wat het tekort daadwerkelijk is, is er op elke school één leraar tekort. Dus zeg maar 25 leraren tekort op dit moment. Als de 2,5 ton er komt, wat betekent dat dan voor de vierdaagse schoolweek? Nou, dus niet één op één een verbinding te leggen. Je kan natuurlijk zeggen, als we dat geld binnenkrijgen en we kunnen met elkaar het geld genereren om deze mensen te gaan opleiden, dan verkleint het de kans. Maar het wil niet zeggen dat het daarmee uitgesloten is. Zo. Ja, wel loslaten, hè, jongen. En weg is die. En weg is die.